Als je een cadeautje wil kopen voor iemand of gewoon iets leuks voor jezelf, waar ga je dan naartoe? Nou, bijvoorbeeld naar cadeauwinkel Jij en Ik op de Ophelialaan in Alsmeer. Goedemiddag, ik heb een cadeautje nodig voor mijn vriendin. Maar wat moet ik aan haar geven? Haar lievelingskleur is. Wat haar lievelingskleur is, die is roze. Deze L bijvoorbeeld. Ah, daar hebben we er al één. Gewoon een schort. Oh, een heel mooi schort. Oh, die is ook erg leuk, hè? Ja, ja, een cactus in een roze potje. Een mooie schaal, cadeau. Een mooie schaal. Ja, dat ziet er ook prachtig uit. Manisha, waar zijn we precies? In de Jij en Ik winkel in de Ophelialaan. En wat is dat voor winkel? Een cadeauwinkel waar je spullen kan kopen. Mooie cadeaus. Ja. Esmee, wat doe je allemaal hier in de winkel? Kaasen breken en voor hier potjes met snoepjes en mozaïek. Ik zie dat jullie zelfs ketchup hebben. Ja. Nee. Heb je die zelf al geproefd? Nee. En we doen ook hierna schoonmaken en we werken ook voor andere winkels. Soms gaan we ook bij de Ethos. Het is een hele grote winkelstraat en jullie werken overal in de winkels. Ja. Vind je dat om te doen? Leuk. Voorzetten, spiegelen. In de Jumbo? Ja. Daar werk je ook al? Ja. Martijn, waar ga jij naartoe? Wat is dat? Een restaurant. Ga ik dweilen. En hoe is dat om daar schoon te maken in het restaurant? Leuk. Bij oom tafel schoonmaken en mijn stek gaan doen. Hele grote parasol in de weer. Ja. Martijn, ik moet een cadeau zoeken voor mijn vriendin. Ja, 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 je kan erom lachen, maar het is heel ingewikkeld. Kusjes van snoep. Ja, maar ze wil echte kusjes, ze wil geen snoepjes. En wat zijn die dingen met die strikjes daar? Daar zit thee in. Oh. Verdwijnen. Ah, dat is leuk. En allemaal ja, met al die zakjes apart. Ja. Jeetje, wat een goed idee. Ja, ja, wat heb je dat goed bedacht? Ja, oh, dat vind ik echt geweldig. Dankjewel, dat ziet er mooi uit. Nou, dit gaat zeker lukken. Dankjewel.